Laten zien. Uitstappen. Eén collega vraagt om assistentie. God, zie je wel. Zij is assistentie, wordt geschoten op ons. Voor in de kamer. Politie, aan laten zien. Hier komen, uitstappen. Hallo, uitstappen, dankjewel. Jij lijkt op mijn kat. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Ellis Privo en morgen. En vandaag ga ik op pad met Dennis. En met mijn collega, vrouwelijke collega zonder naam. Wij gaan de noodhulp in de nacht, in de T5. Nieuw opnameprogramma, dus het kan wat anders zijn. Anders klinken, anders uitzien. We hebben nu in ieder geval meteen een prio 1 rit. Zonder blauw. Maar parallel van ons. Rechts, links vrij. Daar gaat een auto. En daar de bestuurder daarvan, of in ieder geval de eigenaar, die wordt gezocht voor gewapende overval. Of een... Hij heeft een auto gestolen. Hier moet ik even opletten. En dat was met een vuurwapen gedaan. We gaan even door het gras. Kijk eens, hij komt hier als het goed is omhoog. Dus deze auto die hier staat. 1201 dat is 1201 over. Al laten zien. Uitstappen. Veel lijnen. Ben aangehouden, je wordt nog gezocht door ons. Meneer verplicht, recht op een advocaat. Ben aangehouden voor het feit gewapende overval van een voertuig, diefstal van een voertuig. Vergeet het steeds. Hij kon in principe met ons mee, maar ja, dat is een beetje te laat. C, de volgende kenteken voor mij natrekken alstublieft. Ik ga het volgende kenteken voor je natrekken. 4, 6, echo, echo, kilo, 5, 7, 2. Ik vrees ze een beetje. Oké, hij wordt wel gezocht, maar het voertuig staat niet op zijn naam. Dus ik zag Tracy en toen dacht ik van oeh, dat kan wel eens niet de persoon zijn die niet in het voertuig zat, want hij is niet 1202 OC, we komen dan. Hij is geen Tracy. Maar hij wordt wel gezocht, dus heel knap dat de ANPR camera kan zien dat hij erin zit en niet Tracy. Kom nou hierheen, Jezus Christus hé. Zo. En nou, in ieder geval de auto moeten we natuurlijk wel even... Oh ja, zo ja. O, je moet hem nog even fouilleren collega, maar dat zal ik nu niet meer doen, want voor het geval dat er iets misgaat, ik zal het toch even snel doen. Heb je scherpe voorwerpen bij of voorwerpen die je niet bij mag hebben? Ik heb mijn collega denk ik gefouilleerd. Metafetamine, oké. Okay. Nou, hij wil er iets bij. Volgt hier in eerste instantie bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. Oké. Collega, verdachte is afgevoerd en de auto van hem is afgevoerd. Wij gaan nu naar hier een ruzie die is ontstaan op de racebaan, wat het ook is, paardenracebaan, autoracebaan, nog steeds geen idee. In ieder geval zouden er 3 personen oplopen die ruzie hebben gemaakt. Wij zijn gevraagd om daar even te gaan helpen, eventueel te bemiddelen. Drempeltje. Nou, je wilt zo nou erachterin zitten. Nou goed. Hier loopt de verdachte in ieder geval. Daar. Hallo, ja, we zijn te plaatsen voor de 12 van ons. Iets raar. Oh meneer, kunnen u Daar komt hij al. Goed, collega even bespreken. Mevrouw die geeft aan dat meneer haar lastig viel op straat tijdens het lopen tot hij van der Jilt riep, die zei ze. Dat soort dingen allemaal. Meneer blijft even staan hier. Het verhaal van de getuige zegt, ja waarschijnlijk verzint ze alles, want wat ik heb gezien is dat hij geen aandacht aan haar gaf. Toen begon ze te huilen, toen begon ze allemaal rare dingen te roepen. Dus ik hoor even wat meneer zegt. Meneer zegt, hij kon ook weglopen, maar ja meneer agent, ik dacht ik zag jullie komen, toen dacht ik moet even terugkomen. Ik heb niks te verbergen. Ik wou even met je persoonlijk gaan praten. Ik wou zeker weten dat je de waarheid zou horen, want iemand moet daar erop wijzen dat ze niet zomaar dingen kan verzinnen. Ze was aan het schreeuwen dat ik daar met een mes was aan het bedreigen. Je kunt me controleren, ik heb geen wapens bij. Goed, dan gaan we dat wel even doen inderdaad. Ja, nou goed, als u niks te verbergen heeft, nogmaals, heeft u voorwerpen bij die u niet bij mag hebben, dan wil ik ze nu graag hebben, voordat ik mezelf bezeer. Goed, dat heeft meneer niet. Dan gaan we fouilleren. Even kijken. We hebben een telefoon gevonden, goed. Oké, mevrouw. Mijn collega gaat u ook even fouilleren. Maar het is zo, wat mij op dit moment opvalt is dat eigenlijk dat twee dezelfde verhalen horen en eentje die niet helemaal klopt, en dat is die van u. Ik hoor eigenlijk dat u ja, dat toch wat anders is gelopen dan u zegt, en twee mensen dat bevestigen. Dus het doen van valse aangifte is strafbaar. Daar krijgt u van mij vandaag ook een bekeuring voor. Nee. Oh, sorry hoor mensen. Ik wil in ieder geval even van iedereen ID zien. Ik versprak me even, ik ga geen bekeuring geven. Ik ga dit overdragen aan de recherche die dit verder oplost ofzo. Als er iets met meneer, als we nog gegevens of vragen nodig hebben, kunnen we die dan aan u stellen en kunnen we contact met u opnemen. Ja, dat kan, mooi, oké. En tenslotte verdachte in dit verhaal, die eigenlijk niet meer zo verdacht is, maar toch even. Oké, goed. Mensen, ik zou zeggen, verlaat het hier lekker, het is al laat. En ik zou jullie zeggen, ja, laat het erbij. Oké? We hebben jullie gegevens en het wordt nog behandeld. C1201 weer inzetbaar voor de meldingen. Ik ga het volgende kenteken voor een aantrekken. 2, 5, Charlie, Yankee, oh god. 5, 7. We hebben een... Ja, de ene, het voertuig wat net langs rijdt, die wordt gezocht. En we krijgen net een melding en die neem ik aan voor iemand die ook wordt gezocht. En die zwaar bewapend kan zijn. Of in ieder geval hoog risico bij de aanhouding. Die is dus gespot. En dan gaan wij even heen. Met prioriteit 1 zonder sirenes. Om in ieder geval nog enigszins onopvallend daar te komen. Groen licht voor ons. Links gezien. Rechts gezien. Rechts gezien. Zo. Ja, iedereen heeft mij gezien. Blauw gaat uit. Links afslaan, daarna de verdachte bereikt, hoop ik. Dan gaan we even kijken wat we daar gaan aantreffen. Kan zomaar zijn dat we daar vol beschoten gaan worden. Vaak zie je dat deze mensen toch wel een bodyguard of iets bij zich hebben. Of 2 of 3 of 4 of 5 of 6. Ik heb ook een bodyguard mee. En niet zomaar één. Dus het gaat helemaal goed komen. Het zou trouwens wel handig zijn als we in ieder geval al een paar collega's naar ons toe krijgen. Kom op. We gaan hier verstoppen achter deze bus. Nou kijk, ik zie echt helemaal niks door die bus. Dus we gaan hier even staan. Links. Oh, hij loopt. Wat de fuck doe jij nou weer? Zou inmiddels aan de overkant... Oh, ze rennen. Dat... Eén collega vraagt om assistentie. Godver, zie je wel. Zij spoed assistentie, wordt geschoten op ons. 1202 OC, we komen eraan. 1202 OC, we komen eraan. Schoten gelost, onbekend hoeveel verdacht is. Collega's ter plaatse, dus zo te zien één iemand op straat, gaan neer. Verdachte neer, OC. We moeten even het gebied veilig stellen. Niet hier veilig, vuurwapen bergen. Oké. Wapen bergen. Goed, wij zijn wel geraakt. Ik zie alleen niet waar, dus dat telt dan niet. Ben jij geraakt? Is dat? Nee hè? Mooi. Goed, gaan we door. Oké, we zijn alles veilig hier. We gaan wel even een ambu vragen. Die zijn toch 200 meter uit denk ik. Volgt hier in eerste instantie bericht voor alle wagens. Bericht voor alle wagens. Medical aid requested in Textile City. Officers report an officer shot. We've got multiple injuries. An ambulance requested. Textile City. Rijdt alsjeblieft prio 1. Als jij hier blijft wachten, dan ga ik het busje halen. Zetten we die in ieder geval even daar neer. Natuurlijk komt ze met mij mee, want ja, ze kan geen seconde alleen zijn. Maar ik ga wel dan natuurlijk weer terugrijden. Ik heb geen groen. Dus ik kan niet als eerste ter plaatse zijn. Maar er komt nog een ambu. What the fuck doe jij nou man? Deze ambu is in ieder geval... Deze ambu is in ieder geval voor ons. Maar hier rijdt er nog een en daar zou... die staat goed. Ja, rijd er anders overheen. Dat heeft echt zin ook. Die moeten we hebben. Hebben we nog een verdachte? Oh, de agent is ook neer. Shit. Ik heb hem niet gezien joh. Die was dodelijk neergeschoten. Hier, deze hier. Die moet je hebben. Ja, je kunt mij saven, maar... Ah nee, nu gaat hij naar de verdachte. Even hier staan. Ja, we schrijven ons alvast in. Wij rijden zo mee naar de inbraak. Heterdaad, sturen alvast wat andere eenheden mee, dankjewel. Goed, we hebben meteen een vervolgmelding, inbraak, heterdaad. 12 van 2 rijdt mee, verdachte hier overleden. Dat betekent dat we een begrafenis ondernemen laten komen en dan hopelijk gaat het een beetje snel. Collega's daarachter staan dan nog, hier zo, met de Vito. Dus dat betekent dat wij het overdragen aan hun. Melding is ook ten einde en dan gaan wij naar de inbraak, heterdaad. Even kijken. Collega, heb je wat informatie inmiddels in het MDT te zien? Nou, op dit moment hebben we alleen in ons, bij onze, met, voor onze in... Waar de fuck, ben ik al aan het zeggen. Met informatie dat er een inbraak bezig is en we zijn samen met de 1202 onderweg. Wij zijn de 1201. Dus dan gaan we eens kijken welke boefjes we daar kunnen vangen. We willen daar niet met blauw heen, ook niet met, al helemaal niet met sirene. Waarom niet? Dat heb ik inmiddels al zo vaak gezegd. Dat is omdat je dan misschien wel tot deze auto hier heeft de verdachte net naar de inbraak gebracht. En die ziet nu politie met zwaarlicht en sirene daar naartoe komen rijden. En die denkt van oh shit, ik moet ze bellen want de politie komt. Eerst rechts, alles staat stil, groen licht. Maar dus dit is een perfect voorbeeld van een prio 1 die je zonder zwaarlicht en sirenes rijdt. Mensen zeggen, ja maar je had toch toestemming, je mocht het spel zetten, rij alsjeblieft prio 1. Waarom doe je dat dan niet? Nou, daarom. Als je een beetje nadenkt, wat ik al 5 keer inmiddels nu heb gezegd, en dan is het geen verwijt of zo naar mensen, maar stel, jij bent een boef en je hoort en je ziet blauwe zwaarlicht, want dat huis is daar hè. Ga er maar vanuit dat als ik nu blauw aan zit, dat overal blauw te zien is. Ja, dan denk je die ook van shit, daar is de politie. Als ik hier rijd, dan zien hun via dat raam misschien mij wel. Snap je? En ook met sirenes. Die hoor je al zo ver weg. Ja, dan kan ik er niks aan doen tot de collega's met sirenes aankomen. Tot die nu gaan schieten. Goed, wij zijn er. We hebben in ieder geval de poort afgezet. Voor eventuele auto's. We gaan nu het... Mevrouw, alsjeblieft hier komen. Hoi, vertel mevrouw. Oh, gaan bedankt dat je er bent. Ik kwam thuis een paar minuten geleden en ik kwam een deur openen en ik zag dat die al open was. Lekker bezig pik. Het slot was beschadigd en ik hoor iemand binnen. Ik hoorde iemand binnen. Ik was zo bang. Ik heb meteen 112 gebeld. Ik woon alleen nog en ik denk dat iemand heeft ingebroken. Alsjeblieft ga zo snel mogelijk naar binnen. Ik ben echt heel bang nu. Oké, collega's, we gaan met z'n allen naar binnen. Huis omsingelen. Hier naar binnen. Collega's ready. Oké, we gaan eens kijken nemen. Politie. Iedereen thuis die hier niet thuis woont. Maak jezelf thuis hoort. Maak jezelf kenbaar. Met uw handen omhoog. Geen rare bewegingen maken. Geen braakschade hier te zien. Of in ieder geval. Normaal zie je wel eens lades open. Politie. Nee, hier ook niemand. Collega rustig. Oké, dan is het boven. Hand op het holster. Politie. Laatste waarschuwing. Doe zelf bekend. Goed collega's, we gaan eerst deze deur binnen. Ik ga wel even mijn wapen trekken. Oh, dat is wel een heel ander wapen. Politie. Clear. Nee, rustig, rustig. Niet te schreeuwen. Volgende kamer. Politie, allemaal laten zien. Ik verdachte wegen wordt geschoten. Ik ben aangehouden voor diefstal. Inbraak, sorry. Ben je alleen? Zijn er andere mensen aanwezig? Liggen blijven. Politie. Oké, hou hem onder schot collega's. Ik wil hier naar... Kom even. Ik wil hier... Oh. Sorry. Ik wil hier gewoon even naar bij. Nou, weet je wat? Dan houden we hem aan. Er zal vast niemand bij zijn. Zij een verdachte aangehouden, voor de rest niemand meer in de woning aanwezig. Mijn collega's hebben alles gecontroleerd. Wij komen naar buiten met de verdachte en hebben alles onder controle over. Oh god. Oh godtekes. Jij gaat met ons mijn vriend. Blijf even hier staan. Mevrouw, alles onder controle. We hebben 1 iemand aangehouden. Nee, er komt niemand terug. Het is goed zo. Mevrouw zei, oh ik ben jullie echt dankbaar. Ik weet niet wat ik zonder jullie zou moeten. Hij komt niemand terug toch? Ze is nu natuurlijk bang, ja, dat snap ik heel goed. U staat wel een beetje in de weg. En die Volvo ook. Nou goed. Oké, wij gaan naar het bureau. Ik vraag... Het is nog druk voor een nacht. Normaal zie je toch wel dat iedereen slaapt, hè? Logisch in de nacht. Maar nog lekker veel verkeer. Oh, het was groen. Ook groen. Die reed rood. Ja, die reed rood. Maar goed, ik kan hem moeilijk erachteraan racen. Want we hebben een verdachte achterin. Beetje verdachte comfort mag ook wel. Hoi. Ik weet niet wie dat was, maar die zei hoi. Zo. Ik draag hem over aan een collega. Iemand van de cellen, van het cellencomplex die daar werkt. En dan kunnen wij weer door. Politie hoor ik. Een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Een officer requiring assistance. En Grande Sonora Desert. Oeh, dat is ver. Oeh, dat is heel ver. Waarom heb ik die aangenomen? Ik moet altijd kijken waar de melding is voor de volgende keer. Maar dat is prio 2 ook nog. Dus gaan we even snel heen. Zou assistentie nodig zijn voor traffic stop, backup. Ja, blijkbaar is het daar zo druk daarboven in dat gebied. Oh, sorry. Dat wij de enige eenheid in de buurt zijn. Kan me fijner niet voorstellen, maar goed. Nou goed, ik zie jullie zo meteen als ik daar ben. Zo, ter plaatse. Even blauw aangezet in verband met de plek waar we staan. Hij gaat er vandoor. Oké, C uit de volging. Voet gaat er vandoor. Wij zijn tweede voertuig erachter. Sirenes gaan aan. Het is een snelweg. Hier wonen niet veel mensen. Maar god, hij is snel. En god, wij zijn langzaam. Volle snelheid inzetten. Maar goed, wat het geloof ik wel met dit busje is. Als je eenmaal op snelheid bent, dan heb je hem ook. Dus gaat kei goed komen. Of helemaal goed komen. We lopen wel wat in, geloof ik. Oeh, dit wordt krap. Oeh, dat werd heel krap. Ja, de ene ziet mij nooit, want dat vrachtwagen is standaard. En de andere die remt voor mij en die gaat een heel klein beetje opzij. Wat gaat hij doen? Draaien, keurig. Kun je gewoon op de snelweg doen, ja. Ik zie de collega's daarachter in de verte alweer. Ik denk dat hij meerdere voertuigen ramt. Hier staan allemaal voertuigen stil. Kan ook zijn dat ze allemaal stilstaan voor mijn collega. Tot ze aan de kant zijn gegaan. Ja, zo is deze. Oh, daar staat een betonnen. Hier komen, uitstappen. Hallo, uitstappen, dankjewel. Ik ben aangehouden. Staan blijven. Kom op. Het gewoon meewerken. Ja? Ik ben aangehouden. Niet onrol. Luister naar vriend. Aangehouden. Maar niet de antwoorden verplicht. Mijn collega gaat je boeien en je gaat mee met mijn collega. Zo. Buikwerk collega. Goed job. Er zijn geen eenheden meer nodig. Oh. Dat is niet goeie. Dat was een frontaaltje. Maar ja. Collega reed ook tegengesteld. Even kijken wat dat beestje doet als ik daar naartoe loop. Hallo. Jij lijkt op mijn kat. Learn to drive. Ik sta toch stil, ik rijd niet. Ja, dat zal het probleem al zijn. Hallo, jij ziet er lief uit. Maar goed mensen, het is alweer bijna ochtend. Het was een drukke nachtdienst. Het was een drukke dienst. En voor een nachtdienst is dat al helemaal bijzonder en drukker dan normaal. Ik ga jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag de volgende keer weer. Vond je nou een goede combinatie Dennis met een vrouwelijke collega, of binnenkort een keer Lorenzo met een vrouwelijke collega, of een keer twee vrouwelijke collega's, of twee mannen, of Wim met weet ik voor wie. Laat het allemaal even weten en we kunnen dat allemaal gaan regelen. Ik zou zeggen tot volgende. Doei!